tweede item dat gemaakt is door de werkgroep Lokale Omroep. De presentatie is in handen van Mia Messink. Zij zal u kennis laten maken met een aantal aankomende Dinxperlose evenementen. Over naar de studio, naar Mia Messink. Dankjewel Erna. In het kader van Dinxperlo Bloemendorp zullen 17, 18 en 19 september weer tientallen met kleurige dahlia's, opgemaakte mozaïeken, de straten en tuinen in Dinxperlo opsieren. Bloemendorp is een jaarlijks terugkerend evenement dat vergeleken kan worden met de bloemencorso's die elders in de Achterhoek worden georganiseerd. Er is echter één belangrijk verschil. Bij de bloemencorso's kan het publiek blijven staan. Bij Bloemendorp moet het er zelf op uit. Theo Rijks, een van de drijvende krachten achter Bloemendorp, kent alle achtergronden van dit festijn. En naar Westendorp sprak met hem. Theo Rijks, voorzitter van Bloemendorp, Dinxperlo. Kunt u iets meer vertellen over Bloemendorp in het algemeen? Zeker, Anna, dat kan ik. Het is Bloemendorp, Dinxperlo is dit jaar voor de 20e keer. Is eigenlijk georganiseerd, of wordt georganiseerd, door de Vereniging Viering Nationale Feestdagen, de vereniging die ook de Oranjefeesten in Dinxperlo organiseert. En het is eigenlijk ook ontstaan via die Oranjevereniging, want met het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Juliana, toen werd voor de eerste keer Bloemendorp gehouden in Dinxperlo. Dat is nu 20 jaar geleden, dus dat betekent dat we in 1973 heel voorzichtigjes met Bloemendorp begonnen zijn. Het is nu uitgegroeid tot een echte manifestatie die al een beetje landelijke bekendheid heeft. Vroeger was er nog wel eens een onderwerp voor Bloemendorp. Is dat in 1993 ook het geval of is men vrij om Bloemendorp? Men is eigenlijk vrij in de keuze. Want het blijkt dat onze mensen in Dinxperlo dusdanig creatief zijn dat een vrije keuze het best past in onze omgeving. Maar ja, het is dit jaar het jaar van de ouderen. Het Europese jaar van de ouderen zelfs. En dat kan toch een van de onderwerpen zijn. Daarnaast is het carillon. Tijdens Bloemendorp wordt carillon in werking gesteld. En dat betekent dus ook dat met het carillon nogal wat bloemstukken zijn. Die in het teken van dat carillon staan. En dat is natuurlijk ook een goede zaak. Want dan wordt er nog eens extra reclame gemaakt voor de 18e september. Waarop dan het carillon in werking wordt gesteld. Maar het thema is toch wel algemeen. Dus er worden allerlei zaken gemaakt. Er wordt een Elvis Presley gemaakt, Back to the 60s zeggen ze tegenwoordig, dat is weer in. En die dingen die werken ook mee in Bloemendorp en daar gaan we dus thema's op uitbouwen. Momenteel worden de laatste voorbereidingsactiviteiten verricht. Dit gebeurt in de buurten waar de mozaïeken tentoon zullen worden gesteld. Men is er een paar avondjes zoet mee, maar ik kan u verzekeren, gezellig is het wel. Het zal nauwelijks nog nodig zijn te wijzen op de feestelijke ingebruikneming van het carillon. Dat is geïnstalleerd in de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het carillon is tot stand gekomen door bijdragen van bedrijven, verenigingen en uit brede lagen van de bevolking. Ook de plaatselijke gemeenschap in Zuiderwiek en de partnergemeente Nooieraden hebben klokken geschonken. Daardoor beschikt de gemeente Dinxperlo over een middelzware handbespeelde 4-octaafse bijaard bestaande uit 50 klokken. Het totale gewicht van alle klokken tezamen bedraagt ruim 5.500 kilogram. Het carillon werd vervaardigd en samengesteld door de koninklijke klokkengieterij Petit en Fritsen BV uit Aalen-Rikstel. Als vaste bijaardier is benoemd Roel Smit, die wekelijks op vrijdagmiddag vanaf 24 september van 5:30 tot 6:30 een bespeling zal verzorgen. Het programma op 18 september start om 4:00 in de middag met een toespraak voor het gemeentehuis door burgemeester Van As. Sinds enkele jaren wordt omstreeks deze tijd de zogenaamde gemeentedag georganiseerd. Gemeentedag is een landelijke manifestatie waarmee wordt beoogd de burgers in nauwe contact met de plaatselijke overheid te brengen. Zij kunnen zo een beter beeld krijgen van zaken waarmee het gemeentebestuur zich zoal bezighoudt. Dit jaar is de gemeentedag gepland op zaterdag 25 september. Rob van Dijk, chef van de afdeling Sociale Zaken en Welzijn in Dinxperlo, legt Erna Westendorp uit wat de gemeentedag dit jaar inhoudt. Is er een bepaald thema voor deze dag? Ja, dit jaar is het internationale jaar van de ouderen. Betekent dat ook tijdens de gemeentedag wij daar heel specifiek aandacht voor vragen.
maar daarnaast ook van de solidariteit tussen de generaties onderling. Doet de gemeente Dinxperlo dit alleen? Nee, zeker niet. De gemeente werkt samen met een aantal plaatselijke, maar ook een aantal plaatselijk werkende instellingen. En die hebben eigenlijk spontaan toch gezegd, wij werken er graag aan mee. En zij zijn op een aantal locaties in de gemeente ook te bereiken. Ja. Ik denk dat het aardig is om even te vertellen waar we wat in hoofdlijnen doen. Nou, Sociaal Cultureel Centrum, dat heeft als onderwerp recreatie. Daar vinden we de instellingen De Zonnebloem, De Welfare, de PCOB en de Openbare Bibliotheek. Daar hebben ze ook wat specifieke activiteiten. Ze geven een demonstratie in het kader van Meer Bewegen voor Ouderen. 'S Morgens hebben we een optreden van de schutterijvereniging Eendracht Maakt Macht. En 's middags een seniorenorkest. We hebben in het Dr. Jenny Rusthuis zitten de Dinxperlo Apotheek. We hebben daar verder zitten de Stichting Hameland van Nispelhof en de Kruisvereniging. Uiteraard is het rusthuis zelf met zijn eigen activiteiten daar ook vertegenwoordigd. Daar kunt u een kijkje nemen bij de dagopvang. U kunt zien een stukje van de maaltijdvoorziening wat er gebeurt. En voor de rest dus de activiteiten van die andere instellingen. In het gemeentehuis zelf, daar hebben we een tweetal extra's eigenlijk. We hebben een tentoonstelling van 10 jaar Gelderse persfoto. Verder hebben we daar zitten een vertegenwoordiger van het notariskantoor Eikelenstam. En we hebben een delegatie van de woningbouwvereniging die nogal wat informatie kan verstrekken over het wonen voor ouderen en ook de mogelijkheden van aanpasbaar bouwen. Verder is het zo dat alle afdelingen natuurlijk bereikbaar zijn. Iedereen kan daar terecht voor een stuk verdere informatie. Met name weer in dat teken van het ouderenbeleid, maar ook andere vragen kunnen natuurlijk gesteld worden. Om 11 uur 's morgens hebben wij de officiële installatie van de seniorenraad door de wethouder, mevrouw Nouwens. En ja, ik denk als we zo het programma doornemen dat we kunnen stellen dat het toch een heel leuk programma is op verschillende plaatsen in de gemeente waar voor iedereen wat te zien en te beleven valt. Nou, om toch ook de wat minder mobiele ouderen de gelegenheid te geven dit te bezoeken, hebben wij een busje die dag, wat gewoon tussen die locaties rondrijdt. Ook even 1 keer per uur naar de Hunnen rijdt om daar de mensen op te halen. En ja, wat dat betreft zou we moeten zeggen van iedereen kan komen en iedereen moet ook eigenlijk komen. Nog maar op 20 april van dit jaar werd de vriendenkring Dr. Jenny Verzorgingstehuis opgericht. De vriendenkring stelt zich ten doel de ouderen die zijn opgenomen in het Dr. Jenny Verzorgingstehuis een aangename oude dag te bieden. Bij het 25-jarig jubileum van het Dr. Jenny Verzorgingstehuis dat onlangs werd gevierd, ontstond de gedachte om het vervoersprobleem van de ouderen op te lossen door de aanschaf van een busje, waarmee taxidiensten voor de ouderen zouden kunnen worden verzorgd. Dit bleek echter te hoog gegrepen. De kosten van een dergelijke voorziening niet worden opgebracht. Toch werd de gedachte om een extra inzet voor de ouderen te leveren niet verlaten. Leden van het bestuur van het verzorgingstehuis en een aantal vrijwilligers besloten om hiervoor een vriendenkring op te zetten. Na een leven van vaak hard werken kunnen de ouderen in het Dr. Jenny verzorgingstehuis genieten van een welverdiende rust. De middelen van het tehuis zijn echter beperkt. Er is lang niet altijd voldoende geld om bijkomstigheden zoals het onderhoud van een foyer, de aanschaf van nieuwe tuinmeubelen, een dagje uit of gewoon gezelschapsspelen te betalen. Extra inkomsten zijn daarvoor nodig. Deze zouden kunnen voortkomen uit een vriendenkring. Zo is de gedachte. De komende maand zal daarom een ledenwerfactie worden gestart. Mevrouw Kraaienbrink vertelt hoe dit in zijn werk zal gaan. Het bestuur van de stichting en de werkgroep, die bestaat dus ook, bestuur bestaat uit een gedeelte bestuur en werkgroep, die zijn bezig met een folder. En in die folder daar staat dus precies het doel van de stichting. En achter op de folder zit een bon. En die gehele folder die komt dus in de band. Die band die wordt dus verspreid door Dinxperlo en omgeving. En door middel van deze folder kunnen de mensen zich dus aanmelden te zijner tijd. Eind september, begin oktober. Zeker voor hen die een ouder, grootouder of ander familielid in het verzorgingstehuis hebben, wil ook ik deze actie van harte onderstrepen. Maar ook als dat niet zo is, staat deze actie voor u open. Bedenk daarbij dat ook u eens oud zult zijn als u dat gegeven wordt.
Op 25 oktober is het 25 jaar geleden dat de christelijke school voor het lager onderwijs, de Tweeling, werd gebouwd. Alle reden voor de directeur van deze basisschool om de school eens voor het voetlicht te brengen. De heer Baas vertelt zelf welke activiteiten zullen worden opgezet. In die 25 jaar is er veel veranderd en we willen dan ook graag herinneringen ophalen, wat terugkijken op dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. In de eerste plaats zullen we dat doen door een aantal oud-leerlingen uit te nodigen, de lessen te komen verlevendigen met hun ervaringen, wat zij zo gedaan hebben sinds ze van school af zijn. We willen oude foto's en dia-opnamen uit de jaren die achter ons liggen vertonen, een tentoonstelling van maken. We willen, net als we 10 jaar geleden hebben gedaan, weer een opa- en oma-dag organiseren, waarbij de opa's en de oma's van onze huidige leerlingen hier naartoe mogen komen, de lessen mogen meemaken en mogen zien wat er zo in de loop van de jaren op de school veranderd is. Dus we willen in ieder geval terugkijken en daarnaast willen we de nodige feestelijkheden gaan organiseren. Daarvoor hebben de deelbestuursleden, dus zeg maar de leden van de oude commissie, dat is een bekender woord voor sommige andere mensen, de leden van het deelbestuur en de teamleden hebben bij elkaar gezeten, hebben werkgroepen gevormd. Nou, er worden festiviteiten buiten de school georganiseerd. Er is in ieder geval iemand die komt optreden, een vorm van theater zal er zijn. De kinderen worden zelf aan het werk gezet om toch ook wat geld bij elkaar te halen om het te kunnen bekostigen. En een gedeelte willen we weer aan een goed doel besteden. Wat gebeurt er nog meer? Er is een speciale groep die een jubileumkrant gaat opzetten. Kortom, er zullen nogal wat festiviteiten plaats gaan vinden. Kinderen krijgen een cadeautje natuurlijk, maar dat houden we nog even geheim. U noemde net al dat er zoveel veranderd was in die 25 jaar. Wat is er zoal veranderd in die 25 jaar? Nou, wat het Tweeling betreft, eigenlijk deze dingen, dat in eerste instantie het gebouw veel groter is geworden. Toen de school geopend werd, was het een drieklassige school, die was gelijk te klein. Toen begon men gelijk bij te bouwen. En naderhand in 1976 is dan de laatste fase van de verbouwing gerealiseerd, althans van de uitbreiding. En sinds 1985 zijn dan de kleuters bij de lagere school gekomen, waardoor de hele situatie in het onderwijs natuurlijk toch veranderd is. Vanaf dat moment spreken we van de basisschool. Die kinderen moesten ook ondergebracht worden in dit gebouw. En dat is gerealiseerd doordat we als team met elkaar alle wensen op tafel hebben gelegd die je dan hebt om een goed werkbaar gebouw te krijgen. De adjunct-directeur van de school, de heer Oosterink, heeft toen zijn potlood en zijn liniaal gepakt en die heeft alles getekend en gezorgd dat dat allemaal kon. Daardoor konden we ook goed binnen het budget blijven en nog wat leuke dingen realiseren. Nou, dat is één punt van verandering. Een tweede punt is denk ik dit, dat er veel meer materialen in de school zijn gekomen die we 25 jaar geleden voor onmogelijk hielden. Toen je net binnenkwam heb je misschien de grote dozen zien staan. Vandaag zijn net weer de nieuwste computers binnengekomen. Die worden vanaf dit jaar geïntegreerd in het onderwijs. Ze draaien al voor een groot gedeelte bij ons, maar de nieuwste vindingen op dat gebied worden dus nu gerealiseerd. Dit waren de evenementen die wij u wilden melden. Ik ben mij ervan bewust dat dit overzicht niet compleet zal zijn. Als de lokale omroep echt van de grond komt, dan kunt u hier natuurlijk zelf iets aan doen. Want deze rubriek is er voor u. Terug naar Erna. Dankjewel, Mia Messink. Dames en heren, na deze kennismaking met de aankomende Dinxperlose evenementen zijn we aan het einde gekomen van de eerste uitzending. Een eerste uitzending die misschien het begin gaat worden van een Dinxperlose lokale omroep. U heeft nu enig idee hoe een tv-programma van Dinxperlo lokaal eruit zou kunnen zien. Dames en heren, hartelijk dank voor uw aandacht en goedenavond.